armen. Misschien kan ik hem overtuigen dat hij Aboe moet vrijlaten, of misschien nog wel een paar andere kinderen. De film gaat over een echtpaar wat in Afrika woont, wat een goedlopend restaurant heeft. En uiteindelijk wordt geconfronteerd met het feit dat de vrouw valt weg uit het gezin. Dus vader blijft met kind alleen achter. Die vader heeft moeite met het verwerken van dat verdriet en zijn contact met zijn zoon verliest hij. Dan wordt ook nog het beste vriendje van zijn zoon gekidnapt en opgeleid tot kindsoldaat. De enige manier om het respect van zijn zoon terug te winnen is door actief op zoek te gaan naar dat kind. Mr. Vaga, good morning. I cannot give you any details about these kidnapped children. Ja, kijk, het zou wat anders zijn als uw eigen zoon of u zelf slachtoffer zou zijn. Hè? Dan hadden we iets in handen om internationaal druk uit te oefenen. Maybe you should let me do my job and you go home and make some cakes and ice cream and whatever it is you do for a living. Hij heeft nog het naïeve idee dat, omdat hij die rebellenleider kent vanuit zijn restaurant, is dat hij misschien wel de rebellenleider kan overtuigen om dat kind vrij te laten. Ja, en dat blijkt toch een grote misvatting. I know you could easily kill me. You're a powerful man. Just one thing, if I may say so. Your army is full of children, full of kids. It doesn't make you look good in the rest of the world. Let them go, please. How old were your soldiers in Vietnam, in Iraq? 17, 18, 19? Black children just grow faster than white children. Gelukkig ben ik op tijd begonnen met acteerlessen en me in te leven. Ik ken het conflict en de gebieden waar we filmen kenden niet dan wel. Dat er een voorsprong. Maar voor de rest was het natuurlijk nieuw. En het feit dat als je een hoofdrol speelt, dat je gewoon van 's morgens vroeg tot 's avonds laat bijna in elke scène zit, was het ook fysiek zwaar en belastend. En we hebben bijna 3,5 maand gefilmd in het buitenland. Dat maakte dat het ook in tijd een aanslag was. Maar het is ook wel met afstand het allerleukste wat ik ooit gedaan heb. Gaat goed met je haar verder? Ja? Ja, ik zou zeggen, volgende concept zijn niks aan veranderen. Wat het persoonlijk natuurlijk aangrijpend is, is dat we een verhaal vertellen over de kindsoldatenproblematiek eigenlijk. Iets wat me mijn ambassadeurschap van War Child erg aan het hart ligt. Het is ook een belangrijke reden voor mij om aan deze film mee te werken. Het is heftig om te zien dat we eigenlijk de werkelijkheid in beeld brengen. Hey, want er is eigenlijk niks fictiefs aan die film. Dat maakt dat de film doorspekt is met echtheid. Het raakt me in het diepste van mijn zijn. En nu is het natuurlijk wel spannend wat het publiek ervan vindt.